Hoe bijzonder is dit voor jou, precies hier op deze plek, vandaag het veld naar jou vernoemd te krijgen? Ja, wat je net al zegt, precies op een plek. In een buurt waar ik vandaan kom, op een plek waar ik zelf ook heb gevoetbald. Dat maakt het extra speciaal dat de Cruijffkoord naar mij vernoemd is. Wat spookt er dan allemaal door je hoofd heen op het moment dat dan gebeurt vandaag? Eigenlijk heel veel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er al mee bezig was sinds ik heb gehoord dat het Cruijffkoord naar mij vernoemd zou worden. Omdat ik zag het Cruijffkoord altijd al staan. Dat was in mijn wijk. Ik heb er zelf op gevoetbald. En ik vond het altijd wel een mooie plek om naartoe te komen. En als juist dan zo'n plek naar jou vernoemd wordt, maakt het extra speciaal. Voor mij is het juist mooier dat de kinderen erbij waren gekomen. De kinderen van de scholen De Boog en Nicolaas School, waar ik zelf ook op gezeten heb. En dat ik mensen zie die mij eigenlijk hebben zien opgroeien. Dat maakt het extra speciaal voor mij. Wat ook heel speciaal is, je hebt hem meegenomen achter je. Wat gebeurt er als je ernaar kijkt? Draai je om, kijk ernaar, wat gebeurt er dan met je? Ja, word je natuurlijk blij, hè. Het is niet voor veel spelers weggelegd om zoiets te winnen. En ik ben gezegend dat ik hem wel heb mogen winnen, dus ik ben er heel blij mee. En jij hebt een heel groot aandeel gehad in het feit dat Liverpool uiteindelijk die beker wint. Zeker in de halve finale. Ja, met 2 goals was mijn aandeel wel groot, ja. Maar ik denk dat iedereen wel zijn aandeel erin gaat hebben. Ik heb beelden gezien van wat er in Liverpool gebeurde bij terugkomst. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, dat is gek natuurlijk. Ik heb natuurlijk Cole Single meegemaakt met Feyenoord toen we de beker wonnen. PSV het kampioenschap, dat is vergelijkbaar. Dat je op een platte kar gaat en tour maakt door de stad. Maar in Liverpool was het 10 keer groter. Het was echt een gekhuis. En het is ook wat langer. We stonden volgens mij 4 uur op de bus. Denk je dan ook nog aan dat jochie van toen, dat hier is opgegroeid, dat die dat uiteindelijk heeft bereikt? Eigenlijk is het daarvoor. Wanneer het fluitsignaal gaat, dan denk je aan van alles eigenlijk. Hoe je er gekomen bent, wat je allemaal hebt moeten doen om de Champions League te winnen. De verloren finale van het seizoen daarvoor en dat je toch weer eigenlijk een stap hebt kunnen zetten om het jaar daarna toch weer te winnen. Dat spookt allemaal door je hoofd, eigenlijk alles. Van de mensen die je geholpen hebben tot de tegenslagen die je gehad hebt. Eigenlijk spookte alles door je hoofd. Eén ding nog, poetst dit helemaal weg het feit dat je in Engeland zo'n geweldig seizoen hebt gehad. Met dat punt in totaal was Liverpool altijd kampioen geworden, behalve net dit jaar. Maakt dit het helemaal goed of blijft dat wel iets Franks ook van dit jaar? Nou kijk, ik kijk er eigenlijk heel positief op terug. Omdat we gewoon alles gegeven hebben wat we hadden. En we kunnen geen verwijten maken. City had iets meer geluk dan wij. We hebben maar 1 wedstrijd verloren. Alleen te veel gelijk gespeeld. Maar wat ik net zeg, we hebben alles gegeven. Dus ik ben heel trots dat we zoveel punten hebben gehaald. En natuurlijk maakt de Champions League wel wat goed. Maar daarnaast is het niet dat als we het niet gewonnen hadden, dat het zuur was dat we het niet gewonnen hadden.